naam is Lily en dit is onze dochter Isa. Wij wonen nu 5 maanden hier in dit huis in Diemen-Zuid. En de afgelopen maanden zijn we heel druk geweest met klussen in het huis om alles klaar te maken voor haar komst. De leuke verrassing is dat mijn moeder heeft ons opgegeven voor het programma. Omdat zij toch wel voorzag dat wij een drukke tijd tegemoet zouden gaan. Dus zij heeft bedacht om ons op te geven en we zijn ontzettend blij dat Ivo onze tuin gaat aanpakken. Ja, allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dankjewel. Want hoe oud is Isa? Isa is nu 3,5 week. Ah, kijk ja. aan. Dus dat zijn slapeloze nachten. Absoluut. Maar wel met heel veel liefde, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, absoluut. Als ik naar de tuin kijk, dan weet ik bijna zeker dat die niet door jullie is aangelegd. Nee. Klopt. Ja. We wonen hier nu een maand of 5. En aan de tuin is eigenlijk al jaren niets gedaan. Maar ja, we hadden wel wat aan ons hoofd de afgelopen tijd. De verhuizing en de verbouwing. En nu dat die kleiner er is. Ja, want als ik naar deze tuin kijk, dan denk ik dat het een jaren 70 tuin is. Ik denk dat het niet helemaal meer past bij jullie. Nee. Wat zijn jullie wensen? Nou, als eerste willen we in ieder geval heel graag deze hele grote boom eruit hebben. Ja. Want het zorgt voor, het blokkeert het licht en het uitzicht. Verder lijkt het ons leuk om meerdere of 2 zitplekken te hebben. En... Lekker veel groen, daar houden we ook wel van. En misschien een stukje moestuin. Waar we een beetje bezig kunnen zijn. Ik hou ook echt wel van tuinieren en buiten zijn. Dus, ja. Ik weet nog wel iets wat jij misschien heel graag zou willen. Je zou toch wel een plek in de tuin willen hebben waar je in een bad kan gaan zitten. Hè? Ja, een beetje dompelen. Ja, ik douche eigenlijk elke ochtend koud. En dat voelt gewoon heerlijk. Daarna voel ik me gewoon lekker levendig. En krijg je zo'n kick van ik heb zin in de dag. Ja, we hadden het idee om dat... kleinschalig in de tuin te verwerken, zodat je, wanneer het je uitkomt, eigenlijk heel snel even een dompeltje kan nemen. En dan, Nou, ik ga kijken wat ik daarin kan doen. Ja. Ik denk dat we een beetje naar een natuurlijke tuin moeten gaan kijken. Ja. Meerdere plekjes om lekker te zitten. Dompelbad moet ik even naar kijken. Maar dan gaan we aan de slag. Dit is met recht echt een duidelijke jaren 70 tuin. Grintegels erin en dan kan een apenboom niet ontbreken. Deze tuin is gedateerd en dat betekent dat we hem helemaal gaan slopen. Achterin gaan we de vlonden verbreden, maar wel wat intiemer maken. Er zal hier in het midden een terras komen voor de middagzon en natuurlijk aan het huis. Er moet een natuurlijke vibe in de tuin komen. En daardoor gaan we met veel groen aan de gang. En die haag die je aan de zijkant ziet, die gaan we vervangen voor een mooie nieuwe haag. Ja, en dan moet er ook nog een plek komen waar een ton komt te staan om lekker in koud water te dompelen. Ik ben benieuwd of dat me gaat lukken. Eerst maar de bestrating voor de terrassen. Als die is geleverd, kunnen de tuinmannen daarmee beginnen. De tuin is helemaal leeggehaald en de contouren van hoe het gaat worden die zijn al zichtbaar. Hier zie je dat we met de vlonder aan de gang zijn gegaan. We zijn aan het slopen. Hij wordt een stuk breder en een stuk dieper. Ja, en daardoor kunnen ze hier straks veel beter en lekkerder zitten. Dat hoogteverschil dat moesten we wel opvangen. En dat hebben we met dit muurelement gedaan. Dit is de cottage walling in de kleur bruin-zwart. Heel leuk, want aan de onderkant loopt hij iets verder naar buiten. En dan loopt hij zo'n klein beetje taps toe. De oude grintegels in deze tuin die krijgen een nieuwe functie. Op de plekken waar we de bakken gaan bouwen, de muurelementen, gebruiken we ze als fundering. Daar lijmen we ze op. Op die manier heb je nooit meer kans dat ze kunnen verzakken. Ronde vormen en strakke lijnen die vallen perfect met elkaar te combineren. En dat past ook helemaal bij de wensen van deze tuin. Vandaar dat we hier een groot terras hebben aangelegd. Dit is een Cera 3-lijn, een keramische tegel. Dit is de Rocky Anthraciet. Hij is niet effen van kleur, maar je ziet er nog allerlei donkere kleuren doorheen. En dat maakt hem meteen een stukje speelser. Hier zijn we overgegaan van die strakke lijnen in ronde vormen. Dat hebben we met klinkers gedaan. En die klinkers die hebben we afgezet met kortenstaal. Dat krijgt diezelfde bruine uitstraling. Dan gaan we hier met persikpitten aan de gang. En die bak achterin, die gaan we natuurlijk beplanten. Net zoals aan deze kant.
tuin, die is qua bouwwerk bijna af. Dat betekent dat de boordenranden erin zitten. Straks gaan we met persikpitten aan de gang en het groene geraamte kunnen we gaan planten. En als je het over het groene geraamte hebt, dan is dat natuurlijk ontzettend belangrijk. Het geeft je rust, privacy, maar ook volume aan de tuin. Maar ook voor dieren, zoals vogels, insecten, is het belangrijk, want ze kunnen zich er heerlijk in verschuilen. En als je dan je groene geraamte hebt staan, dan heb je de basis. Daaronder ga je natuurlijk aan de gang met je onderbeplanting. Zoals bijvoorbeeld vaste planten, grassen en tuinbloeiers. En dat maakt de tuin levendig. Zorg er altijd voor dat er een sierwaarde in je tuin te vinden is. En dat zit hem niet alleen in de bloemen. Dat kunnen ook bijvoorbeeld gekleurde takken zijn of bladtinten. De vlonder die hier lag, die was te klein om echt van te kunnen genieten. En daarom hebben we hem verbreed en ook een stukje dieper gemaakt. En nu heb je echt een plek in de tuin om te genieten van het water. Ja, en als je dan kijkt wat we hierachter gedaan hebben, hebben we een muur gebouwd. En die beplanting die komt er mooi overheen. En zo waan je je dus echt in een ander gedeelte van de tuin. Jeroen en Lily, die graag een tuin zouden willen zien met veel groen erin. En daarin mochten bloesems absoluut niet ontbreken. Ze wilden een moestuin. Nou, ik heb moestuin whiskyvaten gemaakt. Ik ben benieuwd wat ze daarvan gaan vinden. Een tuin waar meerdere zitplekken waren. Hier aan het terras en beneden aan het water. En dan had Jeroen nog een hele leuke wens. Een dompelbad. En zelfs dat is gelukt. Vinden jullie twee prachtige mensen? Hele bezige bijtjes, want jullie doen alles tegelijkertijd. Ja, precies. Want volgens mij wordt er maandag ook nog getrouwd, of niet? Ja, klopt. Ja, superplezier. Fantastisch. Ik hoop dat ik aan al jullie wensen heb kunnen voldoen. En dat jullie heerlijk als gezin kunnen genieten van jullie tuin. Doe jullie je ogen maar open en geniet ervan. Wow. Wow. Oh. Even hier kijken, schat. Wauw. Wow. Hij staat er. Oh. Dit is goed, dit is mooi. Goed. Oh. Dit is echt precies wat ik wilde. Zo mooi. Ja. Lekkere bank. Wauw. Veel ruimte. Echt veel grotere tuin. Ja. Zo, hé. Moestuin, moestuin, moestuin. Oh, wat mooi, die bakken. Kijk, dat komt terug. Zelfs dit zijn nootjes. Oh. Ja. Zo mooi dat randje ook. Ja. Wauw, schat. Oh, wow. Kijk dit. Wauw. Ongekend. Oh, dit. Oh, wauw. Oh, jongens. Wow. Jeetje. Wat vet. Het voelt zo onwerkelijk.